met deze girly. Wat gebeurt er? Pechdagen. Het gaat een beetje mis hier. Wat vinden we van de hele leather look? Perfecte zwarte blazer voor mij gevonden. Girly met Lynette. Yes. We zijn lekker aan het shooten. Ons model van vandaag. Ons model is Jingle Bell. Omdat we natuurlijk Alpro ambassadeur zijn, ja, hè? Ja. Gaan we even shooten voor Alpro. Waarom doe ik zo gevaarlijk? Like, what are you doing? Vegan frikandellen. Het smaakt ook wel gewoon echt, maar het is niet hetzelfde als frikandel, maar... Nee, maar het smaakt wel een beetje zo. Ja, heel lekker. Maar het is de textuur is anders, denk ik. Ja, maar valt ook wel mee hoor. Kijk hier de frikandel. Kijk hem. Is nep. Is niet echt. Ja, zo koosje, wijn. We gaan hier lekker iets chills. Kijk, Linda is net helemaal ingepakt al. We hebben sushi besteld. Ik ben ook helemaal in mijn kloffie, zeggen ze altijd. In mijn kloffie. Ja, komkommerplatter. Kijk naar mijn komkommertje. Yummy. Oh ja, wat hebben we? Oh ja, die vegetarische lumpia's. En we zijn lang levende liefde aan het kijken. Dat is echt heel grappig. Deze guy. Ik wil je eigenlijk zo te verstaan. Oh. Enjoy, girl. Enjoy. Dat vind ik wel lekker. Oké, zo lekker. Dat is knap. Hi. Hallo. Hi. Hi. Kleine storytime. Toen Lynette hier was, zijn er een aantal dingen gebeurd. Tijdens het uitlaten van mijn hondje had hij dus iets gegeten en ik kreeg het dus niet uit zijn bekje. Toen we hier thuis kwamen had hij het dus doorgeslikt en ik weet dus niet wat het was. Het was, ik denk, een soort van koekje of zo. Maar hij begon ineens te piepen en helemaal een beetje zo te ijsberen en naar mij te hangen. Dus ik raakte best wel in paniek. Nou, dierenarts gebeld, die kon niks doen, want hij wist natuurlijk niet wat hij had gegeten. Maar hij was ook niet heel erg geruststellend. Maar ja, hij was gewoon altijd bij mij, had het geaaid en een beetje laten drinken geprobeerd. Even een koekje gegeven om te kijken of er toch iets, dat hij toch iets at. Nou, dat ging wel en toen... Na 3 kwartier stress ging het wel. Nou, daar begon het mee. Daarna hadden we de sushi besteld. Jingo is hier niet gewend en hij schrok heel erg van de bel. En de bezorger was dus aan de deur. Dus ik had hem vast. En normaal als ik hem vasthoud, dan is het gewoon fijn. Maar hij, ik weet niet wat het was, maar met die bezorger was hij gewoon echt... Ik weet niet, hij was gewoon in paniek. En ik had hem gewoon moeten loslaten, maar ik hield hem gewoon vast aan zijn halsbandje. En hij natuurlijk helemaal blaffen en doen. Ik denk gewoon uit angst dat hij zo graag naar buiten wilde... En hij kende die bezorger niet. Heeft hij me dus gebeten. Hij heeft me in 13 jaar nog nooit gebeten. Het is dus helemaal niet zo heftig. Maar het bloedde helemaal. En dus alweer een paar dagen later. Want het was, deed wel echt heel erg veel pijn. Je ziet ook echt zo'n 3 tandjes. En zo'n... Kijk. Nou, ik heb gewoon een pleister opgedaan. Een beetje afgespoeld en bla bla. Ik dacht, nou, no big deal. Toen... Had ik dus toch even op internet gekeken. Want ik weet ook niet hoe het zit met hondsdolheid en zo. En we hadden hem ook net uitgelaten. Dus ik weet ook niet wat hij in zijn bek had. Of een of andere bacterie misschien in mijn hand zat. Je weet het niet. Misschien toch even naar huisarts bellen.
Het was dus in het weekend, dus dat kon niet. Nou, gelukkig heb ik hier wat mensen die zelf verpleegkundigen zijn. Dus echt, thank you. Toen heb ik met een dokter gesproken. Hij zei wel van ja, het is geen spoed natuurlijk. Dus je hoeft niet hier naar de huisartsenpost te komen. Maar ik zou wel de tetanusprik halen. Toen dacht ik, oh, wat is dit? En die ochtend crashed mijn iPhone. Een paar dagen dat ik echt dacht van, wat gebeurt er? Jim is trouwens ook nog van de trap afgevallen. Nou, het was echt pechdagen. Zoveel kleding en het ziet er zo nieuw uit. Echt heel mooi. Kijk hoeveel. 6,50. Het gaat een beetje mis hier. Goed mis. Ik wist helemaal niet dat je door kon terugkijken in een kringle. Echt nice. Ik ben helemaal zoek. Dit is het mannengedeelte waar we wel even gaan kijken. Ik laat eerst mijn eigen outfit zien. Dit broekje heb ik bij Kringloop opnieuw en koop gekocht. Hij is eigenlijk van Cool Cat, maar I love it. Ik heb mijn Docs aan. En dan heb ik dit nieuwe truitje van Nu in. I love it. En dit is wel apart. Ik moet hier echt aan wennen, maar ik vind het op zich wel cute. Right. Jongens, ik heb de perfecte zwarte blazer voor mij gevonden. Hij heeft dus de lengte die ik heel erg leuk vind altijd. Het is gewoon lekker lang. Hij is een keer niet zo breed. Kijk de schouders. En hij is hele mooie gouden detail. Nee, maar dit is de perfecte blazer. Ik heb natuurlijk al een oversized blazer. En ik merk dat ik die niet zo vaak draag. Omdat ik hem toch te breed vind. En toch net te oversized. Dus deze is echt de perfecte blazer voor mij. Gewoon lang. Wat ik leuk vind. En dan, dit is echt een perfecte fit. Ik weet niet hoeveel deze kost, maar deze gaat hoe dan ook mee. Ik heb deze nodig in mijn kast. Deze is 8,95. Die gaat echt mee. Dit is het tweede item. Ik vind dat je gewoon niet genoeg bolletjes kan hebben in de winter en herfsttijd. Wat ik leuk vind aan deze is de detail. Ik weet niet of je het goed kunnen zien, maar die soort plooien. En het belangrijkste, hij zit zo lekker. Heel lekker zacht. En hij is 4 euro. En dat is de, het is zo comfortabel. Dit heb je gewoon echt zin om aan te doen. Dus ik ga hier op nog 2 jasjes passen. Dus voor de mensen die Emily in Paris hebben gezien. Dit is toch echt Emily in Paris. Wat vinden jullie hiervan? Ik vind de kleuren echt heel erg mooi. Ik merk dat je het niet heel goed kan zien op beeld. Heel cute. Ja, ik zou het eerder op een mom jeans dragen. Maar wel echt mega cute. Echt zo Emily in Paris. Ik ben niet echt de fit. Is wel een beetje gek ofzo. Want kijk, hier zit een soort van krul. En hier is het zeg maar normaal. Laat maar alsjeblieft weten wat jullie hiervan vinden. Wel of niet doen. Hij is 8,95. Vinden we het waard of niet? Deze gaat op de twijfel. Wat vinden we van de hele leather look? Ik weet het niet. Ik vind het best cool. Maar ook wel weer iets dat ik niet heel snel zou dragen. Ik heb nog nooit echt een soort van full-ord set gehad. En aan de ene kant vind ik het wel heel erg leuk. Aan de andere kant weet ik het ook niet zo goed. Het is wel echt een look. Ik bedoel, volgens mij was deze wel wat duurder. Niet heel flatteus. Of wel dan? Ik dacht, dit is cute. En de stof vooral was heel zacht. Ik weet niet of jullie zien, maar super mooie kwaliteit. Ik vind deze kraag niet zo mooi. Deze kringloop.
geweldig. Dit is echt in tijden dat ik een super leuk look vind qua kleding. Want ik heb deze leren broek aan. Het is het gewoon niet. Het is te strak en niet. Nee. Zo leuk. Ik was echt wel verliefd op de kleuren. Een beetje een soort van pastelroze beige-achtig. Qua kwaliteit super mooi. En ik vind de fit ook heel erg mooi. Hij is zeg maar oversized. Door de shoulder pads, die trouwens nu niet goed zitten, maakt het weer heel erg vrouwelijk. En dat vind ik heel erg leuk. En dit is ook echt, omdat zeg maar het knoopje hier zit, maakt het een hele mooie v-neck. En ik denk ook dat deze heel erg mooi is als je er een spencer overheen doet. Het is echt perfect. Mooi. Het is een van de beste boeken. Ja, het kartel. Een geweldige kringloop. Qua kleding, qua interieur. Alles was super mooi kwaliteit. Wel druk, helaas. Maar het was heel nice. Trouwens, ja. Mijn plan staat hier nu. En hij staat hier veel beter. Ik vond het eerst best wel druk. Ik zal zo wel even een overview laten zien. Maar mijn plant staat nu hier. Dus nu is het een beetje een soort van jungle vibes. Ik wil dus nog laten zien wat ik had gekocht. Ik vond dus echt een top kringloop. Ik zou hem echt aanraden. Hij had volgens mij maar 3,7 van de 5 sterren volgens mij. Ik zou hem echt 5 sterren geven. Omdat ik het gewoon top vond. Het enige mindere was dat het heel erg druk was. Maar ik snap het ook wel. Het was gewoon echt heel leuk. Ik zag dat mensen echt met mandjes vol naar de kassa gaan. Allereerst had ik deze kotra gekocht. Deze is al in de was geweest. Ja, dat heb ik gisteren gelijk in de was gedaan. Want ik had echt gewoon zin om zo'n cozy kotra te hebben. En deze is zo lekker zacht. Daarnaast heb ik toch nog de leren jas gekocht. Ik heb nu 3 leren jassen. 1 lange met zo'n riem. Dan heb ik nog zo'n soort, maar dan wat langer ook. En ik heb nog een beige leren jas. Dat wil je ook in de vorige kringloop video kunnen zien. Unikat. Dit is weer mijn comfy outfit. Dus het is een beetje een gek gezicht. Maar ik ben hier echt heel erg blij mee. Maar eigenlijk is het niet zo oversized. Ik heb zelf maat 34, 36. Dus als ik dan kijk naar maat 40 en dan bijvoorbeeld naar mijn armen, dan denk ik van nou, het is toch best wel kort. Oh ja, ik moet deze nog wel echt eventjes naar de stomerij brengen. En ik had een hele goede tip gekregen van ME. En ME had het van een kijker weer gekregen. Dat was om, ik heb die vraag zelf ook al een paar keer van jullie gehad. Hoe krijg je die beetje muffe geur zeg maar, van de kringloop uit je leren jassen? En ik hou hem altijd buiten. Gewoon een paar dagen. Of ik breng hem naar de stomerij als het echt heel erg is. Want ik heb bijvoorbeeld met de beige leren jas dat het helemaal naar chèque ruikt. Nou, dat is gewoon echt vies in ieder geval. Dus dat doe ik. Alleen, een kijker had dus verteld dat HG, een of andere HG spray, heel goed werkte. Volgens mij was het HG spray tegen vieze geurtjes of zo. Ik zal nog wel eventjes aan hem meevragen en hem hier neerzetten. Maar dat is dus een hele goede tip om hem helemaal in te sprayen. Buiten even in te sprayen en dan even te laten tot het droogt. En dan nog een keer mocht het nog steeds vies ruiken. Dus dat is een goede tip. Ik kon deze niet laten. Hij stond perfect. Dat was precies wat ik naar op zoek was. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik ga sowieso nog een meest gedragen outfit van het moment filmen. Ik denk dat die volgende week online komt of de week erop. Daar heb ik heel erg veel zin in. Dan zie je sowieso ook de items weer terugkomen. Want ik ga deze sowieso heel vaak dragen. Dan heb ik nog dit blouseje. Deze moet ik nog wassen. Deze was €3,95. En dit was het blouseje met de padding. En met een super mooie roze beige-achtige strepen. Dit was de kleine shoplog door met de vlog.